Jeroen, zijn een kost. De gezondheid is belangrijk, boys. Hilarisch. Juist, want mensen aan het luisteren voor ons, maar hoogstwaarschijnlijk voor u. In die zin, wij kennen elkaar uiteindelijk allemaal. Hè. Klopt, dus we zitten niet alleen met een zware BV, maar wij kennen het ook nog eens persoonlijk. Oude, goede en beste, toenmalig zelfs. Klopt. Schoolkameraad. Klopt. Ja. Klopt, klopt, klopt. Ver, ver, ver verleden van het Sint-Gumarisch College in Lier. Ja. Een topschool. Ja, daar hebben we elkaar leren kennen, denk ik, vrij vroeg. In Liefde Latijn. Op het eerste zicht. Latijn, we hebben al drie Latijn gestudeerd. Was dat van het eerste jaar of van het tweede? Tweede. Ja, ja. Tweede middelbaar. Tweede middelbaar. Ja, dan zaten wij ineens in dezelfde kleine. Klas. En jij... Hey, sorry dat ik er even tussen kom. Maar jij was vroeger fucking ik klein. Zo klein. En jij bent nu de Arno voorbij geschoold. Jij bent nu groter dan Arno. Dat is hilarisch. Dat is echt zo... Oh, de ironie van het hilarisch. Ik vind dat prachtig. Dat is mooi. Dat is echt mooi. Nee, dat is wel zot in het Gumarisch College Lier, man. Waar is de tijd? Oh, goed ook nog eens te zien. Dat is echt lang geleden. Hè. Ja, wat ik me altijd voorhaal... Zeven jaar. Voorhaal, de beste herinnering dat ik heb, Laurens, en ik denk dat je het ondertussen al weet. De Bibigans. Oh, de Bibigan verhaal. Oh, dat zegt mij iets. Zo is het? Helemaal vroeg het dus nog aan mij. Waar denk jij dat? Dat was ik. Ja, dat was dat was mee. Mijn eerste aanraking met de politie ooit. Voilà, eerste aanraking boys met de politie. Boys, ik ken de story niet. Dus Laurens kwam bij mij spelen, zo was dat vroeger. Hè. Dus ik kwam leeftijd? Ik denk dat we 14 waren. Ja, 14, ja. En dan, ja, we hadden allemaal Pibigans, hè, je kent dat al. En dan waren we semi-bos slash veld ingetrokken. En stond er zo een kot, maar echt zo'n oude kot, chalet, oude schuur. Iets schuur, ja, echt iets heel vreemd. Er lagen van die seksboekjes. Ja. waar zijn we nu? Lier. Dat is echt een huis. 100 meter. Echt daar? Ja, 100 meter naast voor het vorige huis. Kot ook. Ja, inderdaad. Bah. Dus heb je schuur gaan verkennen en dit en dat. En we lag van alles en servies en zo. En dan begonnen we zo met dat servies. Van een trap te gooien. Van een trap te gooien. En fucking bad. Ja, je bent jong en je bent rebel, hè, zeker. Maar ja, in een kot ergens afgelegen. Slechte invloed, Arno Steenak. Ja, sowieso. Ik was kei bedoeld. Dat was de Laurens. Maar bon, hè, dus we waren wat dingen aan het kapot smijten. Dat maakte dan blijkbaar wel lawaai. Dus mensen uit de buurt hadden dat gehoord. En dan de politie gebeld. Maar ons oorspronkelijk doel was om Bibigans te gaan schieten. Dus ja, we zitten het kot een beetje af te breken. In lichte termen uit te drukken. En ineens horen wij er het kot aan breken. Kot aan breken, licht uitgedrukt. Maar dan vraag ik mij af wat er echt op ging. Nobody cares wat er met dat kot gebeurde ook niet. Dat was echt een kot. Verlaten, hè? Ja, echt verlaten. Maar bon, ineens waren we daar zo, of waren we al buiten? Ik weet het zelfs. We waren al buiten, ik zal het iets verder vertellen. Ja, dus we waren buiten gewandeld, we waren naar huis aan het stappen door het veld. En ineens horen we: stoppen, stoppen! En we kijken achter ons, ineens staan daar twee flikken. En ik zo: oh, shit. Dus ik, met mijn geweer, Mijn handjes in de lucht. Dat is zo dramatisch. En weet je wat hij daar nog toen zei? Pakt u wel later, dan kunnen ze die pakken. Dan waren we hier zonder balkjes. Oh my god. Het grappigste was, mijn ouders waren op reis. Ineens kreeg ik telefoon van de flikken. Ah, ik ook. Ja, dat is prachtig. Toen heb ik het mogen horen. En dan zijn we die nog op de flikkenkantoor moeten gaan halen. Klopt, en de moeder is echt er kwaad op geworden, hè, dat die ons toen hebben opgepakt. Ja, onze moeder was... Dat was nog niet een tijd van terroristen en zo, dus... Ja, je ziet ook wel dat fucking 14 jaar zijn. Niet een tijd van de IS en de mega terroristen paranoia. Ja, grappig verhaal. Dus... Ik ga ook heel mijn leven hebben. Dus, al die lader eruit, dan kunnen ze ons niet pakken. Een lader van een Uzi dat dan zo ver uit zijn broekzak kwam. Zijn halve meter eruit. Oh, dat is grappig. Ja. Prachtig. Mooi.